mensen en welkom in een No Limits Park vandaag. Ik heb vandaag een Pokémon parkje gebouwd. Ik heb het niet gebouwd, ik heb het gewoon gedownload. En ja, het ziet er al heel mooi uit met hier al een gigantische mooie frisbee. En voor mij staan de attracties van vandaag. Dus we gaan er eens snel naartoe. We gaan eens vliegen, dat gaat wat sneller. Voilà, ze kijken hier. En wat hebben wij hier allemaal? We hebben hier een witte achtbaan, een gele achtbaan, een blauwe achtbaan met wat groen-grijs. En we hebben, ja, dat is die gele achtbaan. En we hebben hier nog een witte boemerang achtbaan. We hebben een reuzenradje, daar gaan we eens eventjes ingaan. Kijk, hier, kunnen we daar ingaan? Kunnen we daar ingaan? Ja, oké, we zitten in het bovenste karretje. En plots staat alles stil. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ja, zo ziet het reuzenrad eruit. Als wij erin gaan, dan gaat het plots stilstaan. Hallo, hallo, start reuzenrad, start, start. Oké. Ja, dat is natuurlijk al beter, we staan op de grond. En nu in één keer begint het reuzenrad weer te werken. Ja, 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 kijk een keer hier. En als wij er weer in gaan, gaat het reuzenrad weer stil komen te staan. Ik ben eens benieuwd. Oh, we krijgen een paar foutmeldingen. Claire. Oké, goed. Ja, volgens mij is dat gewoon. Als we in de buurt komen van het reuzenrad, gaat het stil komen te staan. Oké, het reuzenrad staat af en toe gewoon een keer stil. Laten we gewoon zeggen. Het is een reuzenrad dat af en toe stilstaat. Maar bon, we zijn hier niet voor het reuzenrad, we zijn hier voor de attracties. En ik stel voor dat wij, wiep, dat we ons neerzetten op de grond. En dat we gaan beginnen bij deze, ja, bij deze paarse attractie, want deze staat eerst. Dus ik zet me eventjes in de walkview. Voilà. Dan kunnen we er naartoe wandelen. Dat is natuurlijk altijd leuker. Als we er natuurlijk naartoe wandelen, dan is dat zo precies dat we in het park lopen. Oké, we wandelen er naartoe en ik zie hier al de uitgang, maar we moeten natuurlijk in de ingang naar binnen. Ah ja, natuurlijk. En dat is volgens mij hier. Oei, oei, oei. We moeten eerst via de wachtrij gaan. Kijk een keer hier. Hier is dus de wachtrij. En waar moeten we naar binnen gaan? Want ik zie allemaal poortjes en ik vraag bij God, ik weet bij God niet waar, hoe we hier naar binnen moeten gaan. Weet je wat we doen? Kijk eens hier. Oké. Oké, goed. We zitten zo met die... Oh, oké. Wat we doen? Voilà, we zitten in de fly view. Dat moeten we doen. Oké, en we gaan gewoon zo doen. Kijk. Voilà, en in één keer hebben we die wachtrij overgeslagen. En dat ging rapjes. Voilà, hola, hola. Treintje, ik wil mee. Oké, eventjes wachten. Oké. Het volgende treintje is er al, dus we moeten gewoon eventjes wachten. En dan kunnen we in deze attractie gaan. In deze, ja... paarse attractie. Ik zei dat het een blauwe attractie is, maar het is een paarse attractie. Oké, het wagentje komt er al aan. Het is een soort van, ja, het is geen soort, het is een omgekeerde achtbaan. Daar ben ik al vrij zeker van. Oké, de beugels gaan open. De mensen moeten uitstappen. Oh ja, de zogezegde mensen, want we zitten in No Limits 2. Die mensen kun je hier niet zien. En ik zie dat het zo geen hevige rit wordt, want dat wagentje gaat niet zo heel snel. Maar we zullen zien. Ja, we zullen zien, oké. Ik kan hem al bijna niet meer wachten. Gaan de poortjes nu eindelijk open of moet ik nog een uur staan wachten? Hoe zit dat hier? Poortjes open. Zie je staan? Open u. Open, open. Open die poorten. Voilà, see. Die poortjes luisteren naar mij. Oké. Dan gaan we eens in de achtbaan. Ik zet hem maar eventjes op F2. Dan kunnen we hem eventjes speed maal 4 doen, zodat we rapper kunnen vertrekken. Oké. Neem dat serieus. Oké, het is nog niet aan ons. We moeten nog eventjes wachten voor dat andere wagentje. Dat is zo hier iets typisch, hè. Ja, dan weer in het verkeerde wagentje zitten, hè. Oké, we wachten nog eventjes, maar we staan speedmaal 4, dus dat zal wel rap vooruit gaan, hè. Dus vertel ik nog wat over deze achtbaan. Oké, daar gaan we. Oké, speedmaal 1. Voilà, zeg. We zijn 8 km per uur, gaan we naar boven. Ik denk dat dat een stelmachtsnelheid is van 0,2, want die snelheid heb ik wel vaker, 8 km per uur. Niet zo'n hele hoge snelheid, maar ja. We kunnen nu een beetje genieten van het rustige gedeelte, want straks gaat het nogal ruiker worden. Allee, dat hoop ik, want het wagentje van de reis ging niet heel erg snel, dus we zullen zien. Ja, we zullen zien, zo zeg ik het altijd, hè. We zullen zien. Oké. Als we boven zijn gaan we natuurlijk naar beneden, dat is de bedoeling. Van deze coaster, die is een fantastische mooie coaster. Kijk een keer hier. We zijn al boven ze. Voilà, ze. Dan gaan we genieten van het uitzicht naar beneden. Kijk een keer hier, ik zie dat we al een paar keer over de kop gaan. Hoppa. Ik denk dat we zo'n 80 km per uur gaan halen in deze achtbaan. 80, gaan we 80 halen? We halen zelf 86 km per uur. 6 kilometer sneller dan ik gezegd had. En inderdaad, we gaan een paar keer over de kop en we gaan nog een keer door een loopingje. Gaan we nog een keer door een loopingje? Nee, we gaan nu door een bochtje. We moeten ook weer naar een bochtje. Een soepele baan. Heel soepel. Gaan we nog een keer over de kop met een barrel roll. Over het water heen. Dat is nog heel mooi gedaan met zo'n schuine bocht. Mooi is het. Gaan we nog eens over de kop. Leuk is het. Kijk, een keer hier. Zo een keer. Gaan we zo een beetje, ja, een beetje slingeren met de slingerbochten. Weer nog een bochtje. Mooi, heel mooi. En dan komen we al bijna ten einde van deze achtbaan. En dat zal hetgene wat ik gezien heb dat het niet zo snel ging. Maar dat klopt ook, we gaan maar 51 km per uur. En dan hier komen we de remmen. Voilà, dat was de DCQ's. De DCQ's. Laten we zeggen dat het deze excuus is, want ik kan het gewoon niet lezen. Oké, we gaan naar de volgende achtbaan. En de volgende achtbaan, dat is... We hebben deze paars gehad. Dus we lopen gewoon het padje af. En dan is deze witte achtbaan. Een spinning coaster. Een familie spinning coaster, zo te zien. Ik ben eventjes op zoek naar de ingang, maar we gaan via de uitgang. Want dan moeten we door al die poortjes gaan. En daar heb ik geen goesting voor. Dus ik zet me gewoon eventjes neer. Dan gaan we door via de uitgang. Want ik heb fastpass genomen. Ik heb al extra geld uitgegeven voor de fastpass. Zo moeten wij niet staan wachten. Voilà, kijk hier. Het water staat ook gewoon klaar. Alsof dat het gepland was dat we gingen komen. In de toppies ecolitisch. De toppies ecolitisch. De toppies ecolitisch. Oké, daar gaan we. Oké. Met zo'n 6 km per uur gaan we van start. We gaan naar de optakeling. De achtbaan. Ik denk dat deze achtbaan zo'n 50 km per uur gaat gaan. Het ziet er niet zo heel erg snel uit, zo'n beetje een familie spinning coaster. Meestal is dat wel een spinning coaster dat familie is. Dus in Amerika is een spinning coaster gebouwd die over de kop gaat, dan is dat natuurlijk niet familie, maar ja. Een spinning coaster is wel meestal familie. Het is niet omdat er eentje over de kop gaat dat die spinning coaster plots geen familieattractie meer is. Hè. En kijk eens hier, de spinning zit er ook mooi in, zo'n beetje, ja, zo'n beetje swingen met die dingen. Zo, lekker swingen met die karretjes zo'n beetje van. Kijk hier hoe dat gaat. Dus swingen met dat ding. Hoppa. Altijd leuk zo swingen met die karretjes. Lekker swingen in de plan. Oh yeah baby. Lekker swingen. Dit is een swinging coaster. Swinging coaster, spinning coaster. Dat is al een beetje hetzelfde hè. Oké, we komen wel aan bij het stationnetje. Dat was een korte spinning coaster, maar wel lekker een swing coaster. Swing coaster. Oké, we gaan naar de volgende attractie of de volgende swing coaster. Oké, dus deze spinning swinging coaster hebben we daar juist gedaan. Dan hebben we nog deze gele achtbaan, maar dat ziet er zo'n speciale achtbaan uit. Dus die wil ik zo als het laatste houden. Zo'n speciale, je weet wel hè. En dan gaan we nu, we gaan nu naar deze witte achtbaan. Dat is eigenlijk gewoon een standaard boomerang achtbaan. Je ziet het wel vaak. Ik zou hem kunnen overslaan omdat we hem zo vaak hebben gedaan. Maar ja, dit is No Limits 2 en waarom doen we? Dus we gaan hem eventjes doen. Maar ik zie dat er hier misschien al een foutje is in deze achtbaan. Dus misschien gaan we toch deze achtbaan niet doen. Want deze achtbaan zit hier precies een beetje vast. Ik weet niet wat de bedoeling is. Misschien rijden er twee treintjes op en blokkeert dat hier. Dat kan natuurlijk ook zo zijn, maar ik zal hem eventjes toch overslagen en ja, iets anders doen. En dan kunnen we zien of we deze nog gaan doen, want deze staat precies een beetje vast. En deze mensen moeten hier geëvacueerd worden, zoals je kunt zien. Oh, waar zijn we hier? Ja, hier. Dus ja, ik stel voor dat we toch naar een volgende attractie gaan. En dan gaan we wachten tot wanneer deze attractie hersteld is. Oké, de volgende attractie, dus hebben we deze witte, want deze paars, deze boomerang coaster, die zit vast. En dan hebben we ja, nog een enkel, deze achtbaan, deze speciale giga-achtbaan. Ja, we gaan voor de giga-achtbaan doen, hè, want die andere achtbaan zit vast. Dus we gaan naar de giga-achtbaan. En ik hoop dat deze het wel doet, want hier zie ik ook niet zoveel beweging in. Oké, ik zet mij eventjes... Oh, dat is het verkeerde knopje. Oké, deze giga-achtbaan doet het dus wel. En dankzij het verkeerde knopje in te drukken ben ik nu te laat voor het treintje. Weer slecht getimed van mij. Oké, we wachten gewoon tot wanneer het volgende treintje aankomt. En dan gaan we gewoon in het wagentje zitten voor vertrek. Oké. Het is een heel wit treintje. Het is een Pokémon park. Dat zijn ook weer de kleuren van Pokémon, zo wat geel-wit. En dan zo'n gigacoaster, dat is altijd zo gigantisch, hè? Dat is altijd zo spanningen bouwen. En Walibi krijgt ook zo'n mooie gigacoaster, dus het wordt altijd leuk zoiets. De eerste gigacoaster, allee, het zal wel voor 2020 gaan zijn, maar wel, het is toch een eerste gigacoaster, dus dat wordt altijd leuk. Oké, ik ga eens kijken naar de F2, voilà, dan kunnen we de speed een keer bekijken. Ik doe hem eerst de speed maal 4, dus dat we sneller kunnen vertrekken. Deze Solgaleo. Oké, we vertrekken met 8 km per uur. Trage optakeling. We gaan heel hoog, dus ik denk dat deze achtbaan zoiets van 150 km per uur gaat gaan. 150, hè. Misschien 180 zelfs, maar pak 150. 180 is zowat, is wel snel, maar misschien wel overdreven snel. 180, 150 is zo wel, ja, een goede snelheid. 180 is overdreven snel. Oké, we gaan naar boven. Met 11,3 km per uur, bij misschien wel 8 km. Dan gaan we 11,3 km in de Solgaleo. Oké. We zijn boven. Dus 150 km per uur zeg ik, hè? 150. Daar gaan we met 150 km per uur. 170 km per uur. Ik had hem sneller verwacht. 170 km per uur is ook een hele hoge snelheid, maar 150 km per uur is natuurlijk ietsje sneller. Oké. Dat gaat wel goed. Heel mooi is het. Ik heb gekozen voor ruime bochten. Dat is heel goed voor deze achtbaan, want als je met korte bochten werkt, komt dat je niet zo goed. Dan krijgen we hier wat paar bochten, dat is ook altijd leuk, dat je wat bochten hebt en niet zoals in dat airtime dingen gedoe daar. Ik krijg hier een paar bochten. Hoppa. Weer een bochtje. Krijgen we hier wat remmen. Een ander bochtje. Kijk, een keer hier. Weer naar beneden. Dat is een beetje airtime hier. Kijk, ik vind het wel leuk dat we zijn aan airtime gedoe. Met zo'n 78 km per uur, dat snelheid zit er nog altijd heel goed in. Dus ja, dat is heel goed voor deze achtbaan. Gaan we eventjes over het water natuurlijk. Gaan we hier, ja, hier hebben we dan een bochtje. Mooie bocht. Mooie ruime bocht. Zo, ja, dat moet eigenlijk wel voor die snelheid, zoals ik al zeg. En dan komen we hier met een klein airtime heuveltje aan het stationnetje. Ja. De Solgaleo, een hele goede achtbaan. Een heel goede achtbaan. Als deze achtbaan hier echt zou bestaan, zou ik het zeker ook doen. Maar bon, we gaan nu eens kijken of deze boomerang coaster al gemaakt is. En zo niet, dan gaan we afsluiten bij deze video. Want voor de rest hebben we hier niet veel. We hebben nog een flatride, maar ja, die doen het niet als ik erin ga stappen. Dat heb je wel daar juist gezien. Kijk hier, wat wil je nog allemaal hebben. Maar bon. Het gaat om deze achtbaan. Is deze achtbaan al gemaakt? Oei. Oké, goed. Mijn spel is weer losgekomen en ik zag een blauwe hemel. Ik dacht van fuck, toch niet weer een blauw scherm, hè? Want ik heb dat wel eens vaak als ik dat spel speel, dat ik een blauw scherm krijg. Maar het was een blauwe hemel. Gelukkig maar. Bon. Ja, deze achtbaan. We gaan hier kijken. Wat is er aan de hand met deze achtbaan? Ride view. F2. Oké, deze achtbaan blijft gewoon hangen. We hebben ook in het begin een foutmelding gehad, dus dat was waarschijnlijk dat. Ik zou zeggen, mensen, heb je genoten van deze video? Doe dat blauwe duimpje zeker omhoog. En ja, tot een volgende No Limits 2 video. Ja, bedankt om te kijken en tot ziens. Dag.